Ja, dat wordt weer een hele moeilijke uitzending, dit. En dit is uitzending nummer Niels. Waar zitten we? Dit wordt 61. We zijn bij 60 gebleven. En dit is 61. En die haakt in op een uitzending die ik gemaakt heb over Micha Kat. En omdat jullie natuurlijk ook te lui zijn. Nee, dat was een grapje. Maar jullie zijn natuurlijk ook te lui, toch? Of wat dan, hè? Maar waar zat hij nou? En die uitzending, die is Mira op een bepaalde manier in het verkeerde keelgat. Ja, deze was het dus, ja? Het gaat over nieuwsuitzending 56. Over het gelijk van Micha Kat. En Mira is die uitzending. Ik heb bepaalde dingen gezegd. En ik bied daar niet mijn excuses voor aan, want ik kon uitleggen waarom ik dat wilde zeggen. En ik heb, punt 1 dus, ik heb Mira niet beschuldigd dat zij bewust of onbewust op een of andere manier, dat ik het maar weten kan, onder controle staat van ook maar enige organisatie. Het kan natuurlijk wel. Dat is natuurlijk de grap. We kunnen allemaal stiekem. Ja. Er zit er een Mossad-agent. Die woont de buurman linksonder of zo. We kunnen allemaal van die paranoia. Ja, het kan wel. En dat heb ik alleen maar willen zeggen om Micha Kat de hand te reiken. En te zeggen van Micha. Het zou kunnen zijn dat jij gelijk hebt. In de zin om Micha de hand te reiken. En dan kan ik samen met Micha gaan kijken van, nou, en zou het dan ook echt zo zijn, Micha? Eh? En dan heb ik Micha aan de hand. En dan ga ik samen met Micha, gaan we bij Mira kijken of het echt zo is. Nou, inmiddels heb ik Mira zo vaak gesproken. Ik heb de enige mogelijkheid die ik nog zie, is dat Mira, die wordt dus zonder dat zij het zelf in de gaten heeft, en zonder dat ik er ook maar enig bewijs voor heb, wordt ze toch op een of andere manier door die gekke bovenbuurman gecontroleerd. Want die is van de Jezuïeten. Pas op voor de Jezuïeten, mensen. Dat zou kunnen. Nou, kijk, maar Mira vind ik gewoon een goud eerlijk mens. En deze stilte liet ik bewust vallen. Ik had ook punt kunnen zeggen. En ik vind het van Micha Kat, ja, hij heeft laatst zo zitten mopperen over Mira. Ik vind gewoon dat hij dat niet moet doen. Dat vind ik gewoon echt. Wat maakt dat nou uit? Ik bedoel, dat hij is het, dit moet er nu echt even uit. En ik hoop dat Mira dit mij vergeeft. Hè? Want nu begin ik dus over haar kinderen. Hè? Haar jongste kind, hè? Die heb ik ontmoet. Ik wel. Ik heb samen met haar gekeken naar het computerspel wat ze verveeld aan het spelen was om die oudejaarsavond door te komen. Ik zat naast haar. En ik zag haar movements. Haar beweging. Nou, en ik kan zeggen, die jongste, die is niet gek. Dat ga jij mij niet wijsmaken. En die oudste is dan iets meer picanto. Ja, nou, wat denk je dan? Hè? De jongste heeft natuurlijk wel aandacht nodig. Dus die oudste heeft dan een, ja, die denkt dan, ik heb aandacht tekort of zo. En die gooit dan iets meer de kont tegen de krib of zoiets. Waar wil je je daarin gaan bemoeien?
meneer Micha Katz? Ben jij een soort familietherapeut? Je hoort het er niet over te hebben. Behalve in goede zin. Ga niet lopen. Ja, dat is niet aardig, Micha. En ook niet alleen jij, Micha Katz, maar er zijn nog meer mensen die begonnen zijn over het feit dat de jongste van Mira, dat het een ontzettend leuk kind is. Die ontzettend echt, die is ongelooflijk aanwezig, hoor. Je hoeft maar. En dit is niet sloom. Dus in die zin heeft het geen enkele zin om het te gaan hebben over de kinderen van Mira. En dat is van een heel ander ding en hoe het in elkaar zit. En het heeft helemaal niks mee te maken of Joris Demmink nou gearresteerd wordt of niet. En dat had je dan misschien niet over moeten beginnen. En niet alleen jij, maar ook andere mensen schijnen dat gedaan te hebben. En misschien dat Mira zelf ook wel her en der een beetje buiten de lijntjes heeft gekleurd. Want het moet er gewoon... Ik wil niemand vrijpleiten. Ik wil gewoon dat het één grote happy family wordt. En allemaal een beetje vergevingsgezind aan elkaar. En Micha, jij als man. Ja, kom op. Dus het gaat over jou gelijk, Micha. En dat gun ik jou en ik weet echt dat je lekker bezig bent. Ik neem je echt niks kwalijk. Maar Mira, laat haar gewoon lekker Mira zijn of zo. En dan kom ik je met mij praten, man. Dan gaan wij een keer een foontje doen. En dan praat je tegen mij en dan praat ik tegen jou. Net als toen. Bij Hotel Tjur Ems. Dat was best gezellig, toch? Een beetje cool down. En waar gaan we nou naartoe? Dan moet ik met jou tegen Poetin gaan strijden? Of dan weer gek lopen doen tegen Billary Hinton? Of zeg ik dat nou weer verkeerd? We moeten er ergens naartoe. Nou, en waar gaan we dan naartoe? Nou, bij deze hoop ik dat ik dus gecorrigeerd heb. Dat ik op geen enkele wijze beschuldigd wens te worden door Mira. Dat ik haar beledigd zou kunnen hebben. Want dat wilde ik niet. Dat kon ik niet. Dus dat heb ik niet gedaan. Ik vind Mira gewoon een tof wijf. Het is niet seksistisch bedoeld of zo, maar ze mag vanavond hier slapen. Gewoon een bedje, gewoon helemaal klaar. En die kinderen van haar ook, hoor. Zo op Google Maps kan je zo vinden waar ik woon. En het ontbijt, ach. We kunnen om acht uur is de supermarkt open. Dan halen we havermout met melk. Schepje suiker erbij. Kunnen we de hele dag weer aan. En dan kunnen we allemaal morgen weer gezond op. Dus namens Mira. Maar ik heb met Mira een ontzettend leuk gesprek gehad. Dus, volgens mij zit alles goed tussen mij en haar. Ik zie geen haarbreed verschil. Ik ben christen en zij dan niet per se niet of zo. Maar voor de rest is er niks aan de hand. Dus Mira en ik hebben in ieder geval geen ruzie. Goed, hè? Knap, hè, van ons. We hebben al zoveel met elkaar geduld. En we hebben nog steeds fucking geen ruzie. Nou zeg. Dus in vrede. Zeg ik tegen iedereen, hè? En dit was dus uitzending nummer 61. Maar en die is opgenomen op... Even kijken, 9 augustus. 2016. Dan zeg ik dus...
Tjus.